Waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn heeft de Taskforce Cari Secure voor Suriname gelanceerd. De Caribbean Citizen Security Toolkit is een regionaal project dat tot doel heeft het versterken van de op bewijs gebaseerde besluitvorming voor burgers in het Caribisch gebied. Het moet ertoe leiden dat er op beleidsniveau betere strategieën ontwikkeld worden voor misdaadvermindering en preventie en rapportage over veiligheidspatronen van burgers. Wat beogen wij eigenlijk met dit project? Welke resultaten proberen wij met de werkzaamheden die de taskforce zal uitvoeren te bereiken? Criminaliteitspreventie hopen we beter en succesvoller te kunnen aanpakken. De behuizing van arrestanten en veroordeelden is verbeterd. En er zijn lagere percentages recidieven van specifieke doelgroepen, vooral als het gaat om jeugdigen. Meer en betere dienstverleners van de instituten. Een garantie voor betere veiligheid en bescherming van de burgers. Een effectieve en verbeterde burgerparticipatie. Meer en betere statistieken en onderzoek en analyse voor het ondersteunen van, zoals eerder gezegd, multidimensionale analyse en aanpak van de criminaliteit. Participanten, sterke partnerschappen vormen de basis waarop succesvolle programma's kunnen worden gebouwd. Sterke partnerschappen stellen ons in staat om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en helpen ons om de beschikbare expertise uit te breiden en de uitdagingen aan te pakken. De partnerschap met UNDP is één die vele vruchten heeft afgeworpen en waarop het ministerie van Justitie en Politie erg blij mee is. Ik spreek de hoop uit dat de UDL-relaties deze week vruchtbaar zullen zijn. En ik kijk uit naar de aanbevelingen die hieruit zullen voortvloeien voor de integratie in het nationaal beleid. Dames en heren, dit is een taskforce, een sterk team. En wij zijn ervan overtuigd dat de inzichten en de kennis van dit team zal worden benut, want dit team zal uw informatie nodig hebben. Wat u zal vandaag zult leren, wat in deze week zult leren als participant bij de toolkit, u zult die informatie moeten gebruiken. En ik ben ervan overtuigd dat dit team op uw ondersteuning mag rekenen. The development of a Caribbean Citizen Security Toolkit is one such example of a project result achieved through this collaborative approach. The toolkit improves citizen security data management, analysis, and monitoring for crime prevention. It enables agencies to streamline crime and victimization data, to monitor citizen security patterns, and to use reliable, robust, and valid data to make critical decisions. I look forward to seeing how this toolkit, championed by Suriname's newly formed task force, will transform the way that decisions are made about crime and violence. I applaud the government of Suriname on its commitment to implementing these tools, and I look forward to learning about your future successes. Thank you, and have a great workshop. Ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Edwin Nolan, benadrukte in zijn opmerkingen de cruciale rol die de taskforce moet spelen om bij te dragen tot de vermindering van misdaad in Suriname en de regio als geheel. Hij legde uit dat de toolkit implementatie van Caribbean Citizen Security een diepgaande samenwerking tussen USAID, UNDP, gastregeringen en belanghebbenden, waaronder het CARICOM-secretariaat, de regionale beveiligingssystemen en de commissie van de Organisatie van Oost-Caribische Staten vertegenwoordigt. Cari Secure benadrukt het belang van sterke instellingen en national ownership voor de lange termijn houdbaarheid van resultaten. Het project zal zich dus richten op het versterken van regionale en nationale instellingen.
Onlangs werd de jaarlijkse border meeting van het malaria-programma, een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid, gehouden. De bedoeling van de border meeting is om nationale partners bewust te maken van de malaria-status van Suriname en tegelijkertijd ook het belang van malaria in onze buurlanden te benadrukken en de impact die het heeft op de Surinaamse malaria-status. In Suriname zijn we bijna malaria-vrij. Dus vorig jaar hadden we nog 76 cases van malaria in Suriname. Dit jaar is het ongeveer 40 cases geweest. Ik bedoel in 2017. Dus we zijn er bijna, maar zoals altijd, laatste loodjes wegen het zwaarst. Dus dat laatste stukje, daarvoor hebben we echt even iedereen nodig om zijn rol en verantwoordelijkheid te kennen en die te vervullen, zodat we dat laatste stukje ook kunnen aanpakken. Tegelijkertijd hebben we, zoals ik al zei, nog steeds veel import malaria vanuit het buitenland. En daarvoor moet iedereen ook de bewustheid hebben om daar snel en adequaat op te reageren. We hebben een goede samenwerking met onze buurlanden, met name met Frans-Guyana en met Brazilië. De meeste import in Suriname komt uit Frans-Guyana, maar is met name het gevolg van goudmijners, en die zijn vaak van Braziliaanse afkomst, die reizen tussen Frans-Guyana en Suriname. En als drie landen zijn we continu in overleg over hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Maar ook nationaal moeten we natuurlijk onze systemen van surveillance en van behandeling en dergelijke goed in orde hebben om die continue stroom van import tijdig te onderscheppen. Tijdens deze meeting werd ook het Nationaal Malaria Eliminatieplan voor Suriname 2018-2020, dat in oktober 2017 is uitgekomen, gepresenteerd. Suriname heeft malaria binnen de grenzen bijna geëlimineerd. Sinds 2006 is de incidentie van malaria in Suriname enorm gedaald. Malaria komt bijna niet meer voor in Suriname. Daarom is het belangrijk dat in ieder de procedures voor de preventie, diagnose, behandeling en rapportage van malaria kent. Suriname streeft ernaar om in 2020 volledig malaria-vrij te zijn. We gaan echt naar ons doel toe, 2020, Suriname malaria vrij. En de belangrijkste onderdelen die daarin zitten zijn het versterken van het nationaal, eigenlijk wat we in het Engels noemen ownership en leadership. Dus dat iedereen zich dat doel eigen maakt. Surinames doel is nul cases van malaria, dus ook mijn doel is nul cases van malaria. Dus dat ownership en leadership stukje is de belangrijkste eerste strategische direction. En dan zijn er een aantal andere zaken, zoals versterking van het surveillance systeem. Zorgen dat we de strategie in place hebben om malaria cases zo vroeg mogelijk te ontdekken. Zodat we geen ernstige cases meer hebben. Zodat we geen lokale outbreaks meer krijgen. En geen herintroductie van malaria in gebieden die op dit moment al malaria vrij zijn. Suriname is dit jaar als themaland gekozen op Wereldgebedsdag. Meer dan 170 landen hebben op deze dag voor Suriname gebeden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt vanuit de afdeling religieuze aangelegenheden de geestelijke ontwikkeling van Surinaamse burgers. Minister Mike Nursalim, die dit evenement heeft bijgewoond, zegt met een tevreden gevoel terug te kijken naar deze bijzondere dag. Alleen het feit dat zelf zoveel landen hebben gebeden voor Suriname is al een unicum. Want ik heb begrepen dat er een vijfjaarlijkse vergadering is en daar wordt het themaland gekozen. Dus vijf themalanden worden gekozen in vijf jaar. Dus 2013 was er een land, 2014, 15, 16, 17, 18, Suriname. Er zou dan ook gebeden worden voor milieu. En we weten dat de wereld op dit moment, heel wat oceanen, we kennen milieuverontreiniging, maar Suriname is op dat stuk het groenste land. Dat moeten we blijven behouden, dat moeten we blijven bewaken. Dus wij staan als regering paal erachter. Dat daadwerkelijk, laten we niet alleen bidden voor die natie, voor Suriname, dat we het zo houden, maar ook daadwerkelijk
onze handen uit de mouwen steken en die omgeving, het milieu, schoonhouden, goed houden. Het thema voor dit jaar was Geheel Gods schepping is zeer goed. Dit thema is meer gebaseerd op de Bijbel, zegt Wendy Riedewald, eerste penningmeester van het Surinaams Comité Wereldgebedsdag. Jaren geleden was het al wereldwijd bekend, maar het is dit jaar 65 jaar in Suriname dat wij dat mogen vieren. En het bijzondere hiervan is dat de viering dit jaar over Suriname gaat. Elk jaar is er een ander land en wordt er een thema aan verbonden. En na bijkans 65 jaar mag Suriname de viering doen. Dan wordt er in de wereld voor Suriname gebeden. Wij hebben als thema milieu. En dat is eigenlijk gebaseerd op de Bijbel. Dus er worden één of meerdere teksten uit de Bijbel gehaald. En daar wordt er een liturgie omgemaakt. En dan wordt het naar de verschillende landen opgestuurd. Ook vertaald naar de verschillende talen. Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag, een christelijke organisatie geleid door vrouwen, is onderdeel van de wereldwijde organisatie World Day of Prayer International Committee. Suriname is één van de meer dan 170 landen die mondiaal verbonden zijn in het hele gebeuren rondom Wereldgebedsdag.